Je hebt zo heel veel meegemaakt, Ajax Feyenoord. En bijna elke keer ga je met een vervelend gevoel door de bus in. Was dit wel de meest frustrerende Ajax Feyenoord? Ja, het is altijd frustrerend als je niet wint. Dus ik weet niet of dit de meest frustrerende was. Maar het was wel heel jammer dat het zo snel al geen wedstrijd meer was. Want jullie wilden er een wedstrijd van maken. Jullie wilden er ook op klappen. Ja. Dat deden jullie goed. Maar ja, na minuut 1 kreeg jij een gele kaart. Wat deed je? Ja, ik was iets te laat en toen stond ik op zijn kuit. Het was niet bewust, dat zei ik ook gelijk. Maar dat zit er een beetje in als je agressief wil starten. En nou goed, dat was een gele kaart. Dat wil je ook niet, want dan sta je al op scherp. Dus dat was al jammer. Maar ja, daarmee probeer je wel de toon te zetten. En ik denk dat we dat de eerste paar minuten wel goed deden. Alleen, wat je zegt, na 5 minuten krijg je een rode kaart. En dan is het eigenlijk geen wedstrijd meer. Ja, zeker nu de VAR kijkt, altijd meekijkt. Beginnen jullie dan niet iets te scherp, met name met Jeremiah Sint-Justen, wat als je terugkijkt wel rood is? Kijk, dat doet hij natuurlijk niet bewust. Je wil er gewoon kort op zitten en die gasten op de huid zitten. En je gaat niet iemand bewust schoppen natuurlijk. Maar ik heb het nog niet teruggezien, maar ik denk dat het ongelukkig was. En voor ons vooral heel teleurstellend. En dan zit alles tegen, hè? Want de 1-0, daar mag de VAR eventueel ook wel naar kijken. Maar Justin Bijlo, die in eerste instantie een fout maakt, daarna toch ook een overtreding op zich ziet gemaakt worden. Wordt dat niet gedaan? Ja, klopt. En volgens mij was het bij 2-0 ook nog Hens van hun penaltygebied. Of het Hens was, weet ik niet, maar dan kan je ook de VAR gebruiken. Maar goed, ik weet niet of we het daar nou op moeten gaan gooien. Wat was jullie plan hier om wel met punten weg te gaan? Hoog druk zetten. En de laatste jaren wilden we iets terughoudender om het heel compact te houden. En nu wilden we wat hoger druk zetten. En ik denk dat we dat de eerste paar minuten wel goed deden. We hadden de tweede ballen, we wonnen de duels. En zo wilden we gaan spelen. Maar na 5 minuten kan dat de prullenbak in en moet je alles omgooien. En dan moet je proberen de schade beperkt te houden. Uiteindelijk wordt het dan slechts 3-0. En hebben jullie in ieder geval de rug gerecht. Ook nog wel speldenprikjes uitgedeeld. Maar ja, heb je dan toch nog het gevoel in het veld dat het toch echt nog wel een wedstrijd kan worden? Met sporadische kantjes? Nou, misschien de eerste helft waarin we goede mogelijkheden kregen. Maar ik denk dat de tweede helft, die kabbelde een beetje voort, zeg maar. En, ik had niet het idee dat we echt nog terug konden komen op die hensbal na dan. Het is wat ik zeg. Jammer dat je zo snel al met de man minder loopt. Ja, nu verliezen jullie in de arena en dit was toch een beetje een aanhaakwedstrijd. 5 punten nu achter op Ajax, 10 op PSV. Het lijkt nu al in oktober een beetje een vlees nog vis seizoen te worden. Hoe zien jullie dat? Zo willen we niet denken. Maar wat je zegt, we hadden hier wel heel graag willen winnen om in ieder geval een beetje bij te blijven. En dat is mislukt. Dus nu moeten we de wonden likken en op naar donderdag weer. Zie je nog wel iets hogers dan wat ik net schet? Hoe bedoel je? Plek 1 en 2 voorlopig lijkt. Ajax en PSV lijken wat weg. We moeten altijd omhoog blijven kijken. Maar dat begint wel bij onszelf. En moeten we eerst onze eigen wedstrijden gaan blijven winnen. En dan zien wat de concurrentie doet. Eén dingetje nog. Komende donderdag bekerwedstrijd tegen ADO. Heb je het idee dat je jezelf wel weer een beetje, of wel in de basis hebt geknokt nu je vandaag gespeeld hebt? Het was vooral heel hard werken. En ik denk niet dat we heel erg tot voetbal zijn gekomen. Maar ik heb alles gegeven, doe ik altijd. En ik denk dat de trainer weet wat hij aan me heeft.